Welkom in het Wikifinlab, jullie Wikifinlab. Het Wikifinlab is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Dienst en Markt, in het Engels Financial Services and Market Authority, FSMA. Het Wikifinlab is gevestigd vlak naast het gebouw van de FSMA. Maar wat doet in feite de FSMA? Onze hoofdtaak is toezicht houden op de Belgische financiële sector. Kort samengevat, de missie van de FSMA is erover te waken dat wie spaart, belegt of andere financiële verrichting doet, eerlijk behandeld en correct geïnformeerd wordt, onder meer door zijn financiële instelling. Zo controleren mijn teams bijvoorbeeld of de reclame voor financiële producten niet misleidend is. Onze teams controleren ieder jaar meer dan 3000 reclames voor financiële producten. We gaan ook na of de financiële instelling hun klanten correct behandelen. De FSMA houdt ook permanente toezicht op de kwaliteit van informatie van de bijna 200 vennootschappen die op de beurs van Brussel staan. We waken erover dat de beurshandel correct verloopt en iedereen tijdig de nodige informatie krijgt om met kennis van zaken te kunnen kopen of verkopen op de beurs. De FSMA checkt of de onderneming en persoon die in de financiële sector werken voldoende opgeleid en betrouwbaar zijn. En we waken over de financiële gezondheid van de Belgische pensioenfonds. Wij speuren ook naar mogelijk illegale aanbieding van financiële producten en waarschuwen daarvoor om te vermijden dat mensen het slachtoffer worden van fraudeurs. De FSMA vindt het ook heel belangrijk dat iedereen een basiskennis heeft over geldzaken om weloverwogen financiële beslissingen te nemen in zijn leven. Daarvoor starten wij een specifiek programma Wikifin genaamd. Een belangrijke pijler hiervan is de website wikifin.be die wij creëren. Deze wordt bijna 4 miljoen keer per jaar bezocht en bevat een schat aan informatie over geldzaken. Je vindt er een hele reeks handige tools, bijvoorbeeld om de kosten-voorzichtrekening te vergelijken. En op wikifin.be vind je ook een uitgebreid aanbod gratis pedagogisch materiaal voor in de klas. Een andere blikvanger van het Wikifin-programma is natuurlijk het Wikifinlab. Jullie Wikifinlab, waar je vandaag op bezoek bent. Om af te ronden, wij hopen van harte dat jullie tijdens dit bezoek aan ons lab veel bijgeleerd hebben over geldzaken en vooral dat jullie van deze ervaring in het Wikifinlab echt kunnen genieten.